Goedemorgen, het is vandaag woensdag 8 november. Het is 8 uur geweest, 5 over 8. Dus het is echt vroeg voor mij doen op dit moment. En het wordt ook gewoon elke dag vroeger leidt wel. Maar ja, goed. Morgen niet, morgen kan ik iets uitslapen. Yay! Maar goed, ik moet er dus uit, want ik moet naar de gynaecoloog. Isabel is vandaag namelijk 6 weken oud. Echt zo bizar dat mijn heftige bevalling gewoon alweer 6 weken geleden is. Isabel is gewoon al 6 weken oud. Hoe dan? Echt, waar blijft de tijd? Het gaat zo snel. Echt, eigenlijk gewoon veel te snel. Dat betekent dat ik 6 weken geleden de keizersnee gehad heb. En dat moet gecontroleerd worden. Dus hoe het allemaal gaat en het eruit ziet. En verder heb ik eigenlijk geen idee hoe ze, wat voor controle het allemaal precies is. Wat ze allemaal moeten doen. Dus ben benieuwd. Verder staat vooral vlogs editen. Oh god, ik kom niet meer aan woorden. Vlogs editen op het programma. En The Walking Dead kijken. En blog schrijven. Volgens mij was het dat wel eens een beetje. Nou, ik ontbijt weer met wrap. Met hummus. Met zongedroogde tomaat. En rucola. En ik heb een glas melk in de kuppensoepbeker. Oh. Oh, die wrap, jongens. Is echt delicious. Ah. Oh. Het is ondertussen 8:30 en ik ben al helemaal klaar. En ik hoef pas over een uur in het ziekenhuis te zijn, dus ik hoef pas over een 30 minuten weg. Ja, van te laat naar veel te vroeg. Ik hoop dat er ergens nog een keer vooruitgang in gaat zitten. Want, oh, te vroeg is ook te vroeg. Is ook niet fijn. Dus, oké, mijn timing vandaag is echt gewoon op en top, zeg maar. Maar liever te vroeg uit bed dan te laat. En Isabel moest toch gevoed worden, want die begon te huilen. Dus ik moest er toch uit. Dus dat maakt dan ook sowieso niks uit. Dus ik zag mijn laptopje even op. Kijk, was ik ondertussen aan het doen. En dan ga ik vast met de vlog verder. Want ik heb dus de beelden van zaterdag en zondag had ik al geïmporteerd. En heb ik helemaal uitgezocht. Gisteren heb ik dan de tekst erbij opgenomen die er tussenin komt. En dan hoef ik die alleen nog nu erin te zetten. En dan ben ik al klaar. Dus het lijkt... Ik zat te denken van, oh, dat is echt veel werk. Maar in principe is het eigenlijk net zoveel werk als gewoon editen. Nee, dat is niet helemaal. Het editen is eigenlijk gewoon evenveel werk als elke andere video en elke andere normale vlog. Het enige wat extra tijd kost is dat ik de beelden moet uitzoeken en dan voor de camera moet gaan zitten om te bedenken wat ik ga zeggen tussendoor, zeg maar. Want ik ga er natuurlijk niet aan mond houden. Oh nee, wat raar. Dat is eigenlijk het enige. Nou, dan ben ik ook 10 minuten. Als ik daar voorbereid 10 minuten mee bezig en als ik het onvoorbereid een 30 minuten. Nou, dat is op zich het beste overzien. Alleen het is wel... Omdat ik, als ik ja, nu dagelijks vlog, dan moet ik haast dagelijks dat doen. Dus ik moet even kijken om daar een goede manier in te vinden. Of dat ik bijvoorbeeld 2 dagen pak wanneer ik de tussenstukjes opneem. Zodat ik er niet elke dag mee bezig ben. Want dat kan ook niet, want je bent ook gewoon dingen aan het doen en zo. Dus dat ga ik even doen. Ja, na de afspraak bij de gynaecoloog moest ik nog iets ophalen. En gelukkig was ik snel aan de beurt. Ja. Ja, en hoe het bij de gynaecoloog was, dat ga je nu zien. Ik ben in een bos bij mijn schoonmoeder, want ik was toch in het ziekenhuis. Dus ik dacht, nou, ik kan net zo goed even doorrijden. Hé, hey, kijk, cool, een keer een spiegel. Woehoe! En bij de gynaecoloog was het in principe allemaal goed. Ik mag alles, ik mag weer sporten. Ik mag afvallen, maar niet crashen, dat is logisch. Hey, dus eigenlijk mag ik best veel, dus dat is echt wel leuk. Hij vond me alleen nog een beetje bleekjes, dus ik heb bloed moeten laten prikken voor eventueel ijzertabletten weer opnieuw. Dus, nou, zijn jullie weer op de hoogte? Wat een rot weer is het, jongens. Serieus. Het is koud. Wat mag ze bij de vriendje doen later? Pruilen. Pruilen, waarom? Als ze er een zin niet krijgt. Of niet, schatje? Ja, dat doen we later bij vriend, ja? Als jij een mooie ring wil en hij zegt nee, dan doe ik ook. Maar die wil ik zo graag. Wijze lessen van oma. Dat zie je mijn zuster bij je. Ja, goed idee, hè? Als ze denkt, nou ik les die oma nou toch allemaal een vriendje. Poeh, daar moet ik helemaal niet aan denken. Ze is al uitgehuwelijkd, hè? Dus, Oh ja, dat is waar. Gaat die lekker, tante Sidonia?
Lijkt de papa wel. Trouwens, moet ik hem er ook wel van. Beetje nummer ga je, hè? De nieuwe wasmachine. Shit. Ja, nee, de nieuwe wasmachine van mijn schoonmoeder. Wat doet die? Een heel deuntje. Volgens mij is het een kerstliedje. Nee. Ja, ik weet het ook niet. Het is een bekend liedje, maar speelt die helemaal af. Ja, dus. Hoi, nieuwe wasmachine van mijn schoonmoeder. Hey, Mappie! Gezellig als hij klaar is. Kijk eens aan, maar jee, wat een lang deuntje ook gewoon. Nou ja, die wasmachine maakt er gewoon een heel feestje van als hij klaar is. Patten! Nee, even serieus. Dat deuntje duurt, nou, ik denk echt wel 1,5 minuut of zo. Echt gewoon, echt een heel liedje. Zo, ik ben weer thuis. Ik geef de, even kijken, aflevering 7 kijken van The Walking Dead. En dat doe ik tijdens het eten. Ik ben even eten aan het maken. En daarna ga ik weer verder met de vlog editen. Want het ging vanochtend eigenlijk super goed. Dus dat is super fijn. Ja. Het is echt verrekkers koud. Dus ik denk dat ik mezelf daar in ga kokonnen. Ja, ik ga even een trainingsbroek en zo aantrekken. Gewoon lekker slopkleren. En straks als Isabel wakker is, oh, die kan wel lekker bij mij komen liggen. Oh, yeah. Het is echt zo koud. En dan is het echt veel beter om binnen te zitten. Echt naar buiten. En moet je nagaan dat het niet eens winter is. Nou, als de zon schijnt, dan is het anders. Want dan heb je het warmer en dan kijkt het allemaal leuker. En ja, dan heb je wel zin om naar buiten te gaan. Maar nu... Kijk, viscurry. En Roy is ook thuis. Oh, dat was heel charmant. Ja. En Isabelle is ook thuis. Ja, die moet op tijd thuis zijn. Ja, voor het donker. Ik wou net zeggen, je moet binnen zijn als de lichten aan zijn buiten. Ja, dus. En Boefje is ook thuis. Iedereen is thuis! Yay! One big happy family! Zo, ik heb net weer 2 vlogs ingepland. Kijk, er zijn de dagelijkse vlogs. Zaterdag, zondag en maandag staat hier nog om te editen. En dan moet ik sowieso nog, hoe heet dat, gesprekje voor opnemen met mijn Invisible interviewer. Dus, dat is het oranje. Maar dan komt natuurlijk het licht. Maar anyways. Krijg je zo meteen kraamvisite. Ik heb hier weer even opgeruimd. Ik heb even gestofzuigd. En nou, nu heb ik nog zo'n 20, 25 minuutjes om te editen. Dan ga ik vast weer een vooropzetje maken voor de vlog van maandag. Want dat werkt dus echt super snel. Dus als ik het al van maandag al knip. En dan even op papier het een snel type welke stukjes erin zitten. Zodat ik dan voor de camera met mijn interviewer heel snel het interview kan doen. Echt, klinkt heel geniaal dit. Dan is dat elke keer best snel gedaan. Dus dat ga ik in ieder geval even doen. Ja, dat dus. Ik hoop in ieder geval wel dat jullie het echt super leuk vinden om de vlog te zien. En ook op deze manier. En als dat niet zo is, laat me dat natuurlijk weten. Dan stop ik er ook mee. Want dan is het wel sneller klaar. Sneller geëdit. Hoi! De kraamvisite is weg. Oh, Boefje zit nog buiten. Dat is echt zielig. Dat heb ik geluisterd. Ja, je kunt hem terug zetten. Oh, Boefje zit nog buiten. Want die zet zo even buiten neer als er visite komt. Omdat zij anders heel enthousiast is en alles van tafel stoot. Ja, het is wel echt zielig hoor dat we hem buiten moeten zetten als de kraamvisite komt. Maar hij is gewoon groot en enthousiast en daardoor lomp. En dan gaat hij met zijn staart sweepen en dan sweept hij zo alles van de tafel af. Dus ja, daar zitten wij niet op te wachten. Glazen dadelijk kapot en zo en drinken overal. Plus dat hij dan echt aandacht wil van de gasten. Dan wil hij echt met hun spelen. Maar ja, daar zitten de gasten natuurlijk ook niet op te wachten. Dus dat is wel zielig. Maar goed, kraamvisite is weg en we gaan de finale van de Big Escape kijken. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik hoop echt dat Linda wint. Ik vind echt dat zij zo haar best heeft gedaan. Ja, echt in alle afleveringen heeft laten zien wat ze kan. En de anderen hebben ook hun best gedaan, maar zij kon het gewoon. Echt. En Giel zei het eigenlijk al in de vorige aflevering, of in ieder geval andere afleveringen, van ja, die heeft gewoon meegelift. Grotendeels, hij heeft gewoon geluk gehad elke keer. En mezelf echt dingen opgelost. En Tigo, ja, gewoon middenmoot. Wel dingen, niet dingen. Ja, een beetje zo. Dus natuurlijk, ze verdienen het allemaal. Maar ik gun het Linda echt gewoon het meest. Ja, het is echt een topprogramma. Oh, ik heb er zoveel zin in. Zo, wat een geniaal programma is de Big Escape. Toch, schat? Ja. Echt vet.
En ik vind het ook wel terecht dat, ik zal het maar geen spoilers noemen, ik weet niet of iedereen het gezien heeft, ook al komt hij pas een week later online. Maar anyway, is degene die gewonnen heeft, die heeft ook wel gewoon dik verdiend om te winnen ook. Toch? Ja. Ja, ja, zeker. Dus natuurlijk, je gunt iedereen, maar met wat deze persoon heeft laten zien, gedurende alle afleveringen denk ik, ja, diegene moet ook echt gewoon winnen. Oeh, hi mopje. Kijk, daar. Hola. Dus ja, echt geniaal. Ik hoop echt dat er nog een tweede seizoen komt. Dit zat zo goed in elkaar. Echt een steengoed programma. Jammer dat de televisiering al vergeven is. Anders zou die er toch daar naartoe gaan. Toch? Dat kan volgend seizoen, hè? Ja, dat klopt. Terwijl Expeditie Robinson ook altijd genomineerd is. Eigenlijk vrijwel elk jaar. Maar dan zou ik nou in dit geval toch voor dit programma zijn gegaan. Ja, gewoon voor hoe het in elkaar is. Steeds, zeg maar. Ja. Expeditie Robinson is eigenlijk wel echt mijn programma. Ik bedoel, daar maak ik niet voor niks elke week een recap over op mijn blog. Maar qua opzet en ja, dit programma, The Big Escape, is gewoon geniaal. Dus wat dat betreft gun ik echt met pijn in mijn hart. Nou, niet helemaal met pijn in mijn hart. Maar gun ik echt volgend jaar, als ze tenminste genomineerd worden, The Big Escape een televisiering. Ja. Gewoon daarom. Och, God, ben er allemaal aan het doen. Nu komt met deze aflevering goed naar boven, hoe ver dat alles aan elkaar verbonden zit. Ja, uiteindelijk is dit de sleutelaflevering waarin je ook ziet van wauw, er is gewoon vet goed over nagedacht. Het was helemaal niks random. Helemaal niet. Ja, echt gewoon super vet. Ja, en dan was dit weer een nieuwe aflevering van Keeping Up with Natasha. Zoals jullie zien zit ik weer met mijn interviewer aan die kant, want dat vond ik toch wel mooier dan recht in, het, in de camera kijken. Zeker omdat ik dacht, volgens mij kijk ik scheel. Dus. Ja, nou, ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Doe een blauw duimpje omhoog. Je kent het riedeltje. Abonneer je. Ken je ook. En laat me hieronder weten welk programma jouw favoriet is. En misschien kan ik dat dan ook gaan kijken. Ik kijk eigenlijk niet zo heel veel tv-programma's. Ik kijk Expeditie Robinson. The Voice kijk ik trouwens nu. Nu is er eigenlijk best wel op tv, want op zaterdag is dan ook nog eens Enchantal. Dat vind ik op zich wel leuk. En daarvoor komt Oh Wat We Ja, en dat vind ik eigenlijk ook wel tof. Ja, en Hollands Next Top Model is het afgelopen. Ik heb er nou, zo, ja, nou wel best veel op tv gekeken, maar normaal kijk ik eigenlijk alleen maar series. Nou, anyways, we waren aan het afsluiten. Ik zie jullie morgen weer. Houdoe!